Deze beschouwing, die is met name heden ten dagen actueel, was die altijd al. Het gaat over de structuur van Babylon. Want Babylon heeft een grondige hekel aan ons en loopt ons al heel erg lang te pesten. Zogenaamd omdat wij zo ongelovig zijn. En dat laatste wordt dan betwist, want daar ligt het helemaal niet aan. Die jongens van Babylon, die zijn gewoon niet leuk. En daar moeten we een einde aan maken. Ja, het punt is, dat gaat dus niet. Oh, ik heb net een smsje binnen van mijn manager. Oh, oh, oh. Oké, okay, is wel leuk. Ik mag vrijdag uh, een hele leuke collega gaan helpen. En zelf heeft die collega gezegd: Nou, uh, ik red me wel. Dat betekent dat we lekker gaan koffie drinken. Ik snap dat management niet. Het leidt ontzettend af. Dat is, dacht ik, niet de bedoeling van management. Maar ja, dat uh, zijn ze nog niet achter. Nee, even lekker logisch houden. Babylon. Dat is de, de. Dat is al verzonnen door Plato. Plato was er al mee bezig. De perfecte staat. Je kan wel een klein leuk staatje hebben. Wel, maar hartstikke harmonieus. Hartstikke genig. Maar als Joris de Chloris eraan komt. Met zijn vijftig maloten en zijn kromzwart. Dan ben je de bok. Ja. En wat je ook niet kan doen, is dat je vrede sluit. Want wat als die ander zich bedenkt. Ja? Dan denk jij vrede te hebben met een andere staat. Maar dat doen ze, alleen tegen jou doen ze ze heel vriendelijk. Ja? Hé, hey, hallo Pietje. Nee, leuk. Ik geef je she en dan hoor je allemaal herrie. En dan vraag jij wat is er voor geluid op de achtergrond. Ja, we zijn mijn oude Mercedes aan het verbouwen. Ja, inderdaad, dat zijn ze aan het doen. Dat was ook helemaal waar. Wat hij er niet bij vertelt is dat er een mitrailleurgeweer bovenop het dak werd gemonteerd. En dan komt hij in de aanval. Kijk, oorlog, die overheersing. Dat is per definitie, is dat tegen alle regels in. Dus als iemand oorlog met je wil, ja dan nou, berg je maar. Want die persoon mag alles. Dus je wil niet dat er iemand van plan is om oorlog te gaan voeren tegen jou. Nou, en daarvoor moet je dus de baas zijn van alle staten. Het is een kwestie van logica. En daar hoort natuurlijk een staatsvorm bij. En die moet opbesloten zijn in ons lichaam. Want wij zijn mensen en wij denken doordat wij een lichaam hebben. En dus denken wij uiteindelijk op diezelfde. Ik zou dan zeggen adamitische. Adam is Hebreeuws voor mens. We denken op, allemaal op die manier. En in de Bijbel staan succesverhalen van periodes waarin gemeenschappen, die waren allemaal Hebreeuws, maar het waren gewoon gemeenschappen en die spraken Hebreeuws, nakomelingen van. Maar zij hebben het geschreven: het zijn hullig geschriften. En daarin wordt verteld dat er periodes waren. waarin Babylon, zo wordt het genoemd. in, de, in het Hebreeuws, De Bet Beshelamet. Babbel. Ja. Eigenlijk is het alleen maar babbel. Nou, dus het gebabbel. En ja, als je. godvrezend bent. dan. Kijk je heel anders naar de situatie. En heeft de situatie geen invloed op jou. In Genesis staat heel mooi: een heel lang verhaal met. La la la, en dan krijg je Abraham. Heb je al heel veel gehad. De zonvloed is al voorbij. Dat gedonder met die Gram was het. Hè? En die Canaanite. En dan krijg je Abraham. Een prachtig verhaal. Die uiteindelijk wordt hij nog Abraham. Dan komt er een het, komt er dan bij. Niet een get, maar een het. Of nee, een hè, moet je zeggen, een he. Anyway, er staat zo mooi poëtisch dat uh, Abraham zijn tenten opsloeg ten westen van. Nou, in ieder geval, hij heeft zijn tenten gericht op Babylon. Dus in, in de vlakte ten westen met zijn tenten gericht op Babylon. Dus niet de Babylon uh, in je rug als je ligt te slapen. Want daar zit het gevaar. Want wat deze mensen doen het is dat ze een kunstmatige staat aan het maken zijn. Want ze weten zo goed, ze weten zo goed hoe het moet. En ze denken ook nog. Dit, als je maar van uh, ja, je, nou, als je maar van de gezinnen af bent, als je de gezinnen niet weet aan te pakken, dan heb je helemaal een beetje kans. Is al heel lang bekend. En Plato met zijn Plato's Grot, die beschrijft de mogelijkheid om mensen informatie te onthouden en ze bezig te houden met, met theater. Dat ze alleen maar kijken naar theater. En dan kijken ze niet meer naar elkaar. En dan zegt Plato er ook nog zo fijntjes bij: van ja. En als ook maar iemand in de gaten heeft dat het gaat om theater... en die gaat laten roepen tegen iedereen... "Hé, hey, dit is helemaal niet echt. Dit is theater. Oh, zei Plato, hè? Zo iemand, hè? Die wordt afgeslacht door de mensen die zeggen... Ga eens op zee met je geschreeuw, want die kan het theater niet zien. Dus zei Plato, dat probleem lost zich vanzelf op. Het enige wat je moet doen, is je moet het totaal stiekem doen. Echt niemand mag in de gaten hebben dat je. Nou, als je het allemaal maar in het verborgen doet, Plato's grot, dan is er in principe niks aan de hand. Maar dan moet je wel uh, op alle fronten. Moet je, ja, je moet wel alles verhinderen. Dus in die parabel van Plato was het dan ook zo dat die mensen. die zaten in bioscoopstoeltjes, maar dan met uh, oogkleppen. Dus ze konden niet naar elkaar kijken, want dan gingen die oogkleppen tegen elkaar. Klank, 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 klank. Je zit in een soort cubicle: dat je dus echt niet naar elkaar kijkt. Dus dat vergt nogal wat. En dat idee van Plato, dat boek heet ook heel netjes De staat. Dus het staat er keurig in. Hè? Dat hebben ze verzonnen. En wat je creëert is een slavenbevolking. En omdat je momenteel dan hoort van uh, overbevolking. Dat komt omdat ze nu het probleem hebben van te veel slaven. Kijk, als je één slaaf hebt, dan kan je net zo goed een huisvriend nemen. Hoe oh, heb je niet zoveel aan? Als je wil leven als, als slavendrijver, nou, hoeveel slaven heb je nodig? En nu is het zo met die mechanisatie van de, de arbeid dat je niet meer zoveel nodig hebt. Je hebt minder nodig. Het punt is al die machientjes en dingetjes die hebben een heel nieuw probleem veroorzaakt en dat heet onderhoud. Dat had je vroeger niet. Als je een paard koopt, heb je daar geen onderhoud aan. Normaal gesproken. Ja, er moet gaan in. En daarvoor krijg je niks al uh, paardenstroom terug en daar ga je ook weer wat leuks mee doen. Dus Zo'n paard is niets meer dan een mesmachine. En de afloop eet je hem op. Ja, er is niet zoveel mis mee, hoor. Met, uh, vind ik dus hè, met het boerenbedrijf. Die gaan mij niet vertellen dat al die dieren daar mishandeld worden. Dat is niet waar. De eerste beste kat hier in de stad. die wordt ernstiger uh, mishandeld. dan een koe. Uh, waar ik waarschijnlijk. Ja, morgen ga ik weer met Wim rijden. Dan gaan we weer koeien kijken. Ja, niet echt koeien kijken. Maar dan rijden we er langs. en dan wijst Wim erop. En, uh, nou, die koe daar is volgens mij best gelukkig. En ik zo, ja, dat denk ik ook, ja. We hebben allemaal honger. Maar lekker eten. Joe, lekker frisse lucht. Kijk. Babylon. Die, die structuur. Waarin ze dat gerealiseerd hebben. Dus dat wij niet langer naar elkaar kijken. We kijken alleen maar naar theater. In... Uh, als er iemand uh, in de gaten krijgt uh, onder ons, uh, die geboren is met van die oogkleppen op. En zijn ouders hadden oogkleppen op, iedereen had oogkleppen op. En als je naar elkaar gaat kijken, dat klein 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 gaat tegen elkaar, krijg je problemen. Dus iedereen is er zo opgegroeid. En Plato besefte dat, dat je het risico loopt dat iemand het in de gaten krijgt. Toch in de gaten krijgt. Dat risico loop je. Ja. En dat is het grondige van dat werk van, van Plato, de staat. Het kan fout aflopen. Maar de veiligheidsklep is dat ja, de mensen zijn zo gehecht aan theater... dat die maken zo'n ander gewoon af. Want die verpest het theater. Dus het moet verslavend theater zijn. Dat moet het zijn. Ja, dat moet het zijn. Aan dat principe is helemaal uitgewerkt. Dat is Babylon. En wat ze nu hebben is drie geledingen. Ja, waarom heb je er meer nodig? Ja? Je hebt drie geledingen. En de ene, dat is de belangrijkste. Daar komt alle poen binnen. Dus het enige wat die geleding doet. Het is een drie poten. Ze hebben drie poten: de ene is van geld binnentrekken. De Belastingdienst. Dat je het zo wil noemen. Maar de Belastingdienst in Nederland is een onderafdeling van de Belastingdienst. Er is ergens een Belastingdienst en die trekt al die poenen binnen. En dan verzinnen ze van die gekke dingen als Bill Gates is de rijkste man ter wereld en die heeft zijn privévermogen geschenkt. Geschonken aan de Bill en Melinda Gates Foundation. Ja gaat er weg. Dat is helemaal niet waar. Daar wordt het belastinggeld voor een deel aan uitgegeven. En Bill Gates hoort van een andere afdeling. En die afdeling heet Theater. En daar zit alles in. Het is allemaal, allemaal theater. Ook de technici en die mensen van het IPCC. Het Intergovernmental Panel for Climate Control. Nee, climate change. Maar ze willen natuurlijk het klimaat sturen. Ja, waarom niet? En dan gaan we volgend jaar gaan we dan de maan op een andere plek hangen, want de Chinezen die zien hem zo weinig. Het hoort allemaal bij het theater. Dus de maanlanding hoort bij het theater. Dan ben je geboren. Dat is ook de waarde van die film The Matrix. Dat het daarover gaat. En dan heel heroïsch, als een Griekse mythe of zo. Ik heb een vrouw gehoord op uh, Red Eyes Creations. Dat is een katholieke zender, by the way. Dus die is van hun, dat heet Controlled Opposition. Met Henrikke Palemken. En Frederikke Palemken. Zo, half-white nationalists. Uh. Maar niet onaardig hoor, niet, niet over de streep. En ze hebben wel eens een YouTube-bandproblemen gehad. Maar... maar dat stelt ook niets voor. Dat, dat hoort er ook allemaal bij. Dat is theater. Mensen bezighouden. Dan kom ik nou op die Hendrik Palmgren. Want hij zei iets heel opmerkelijks. Hij schiet me zonder wat er binnen. Het hoort bij dat theater. En dan heb je de derde tak niet te vergeten. En dat zijn de, ja, de, de pistolen. Het leger. En wat het leger doet, dat is uh, daadwerkelijk. Of ja, wat is het? Nou, nee, je moet het woord daadwerkelijk weglaten. Het enige wat het leger hoeft te doen, is ervoor te zorgen dat die afdeling Belastingdienst uh, zo maximaal mogelijk haar geld krijgt. Zo moet je denken zien: dat theater staat bovenaan. Dus bovenaan heb je theater. En dan heb je de Belastingdienst, de kaartjesverkopers voor het theater. Je wil nou theater? Nou, even kaartje kopen. Dat is de belastingambtenaar. En als een vorm. En dan heb je de, de afdeling uh, weet ik, security. Dat is jij je theater probeert binnen te dringen zonder kaartje. Nou, moet je gepakt, jongen. En dan ga je drie nachten en dagen op water en brood. En ben je klaar. Dat is het. Dat is Babylon. En de rest kan je allemaal gaan lopen inschuiven en invullen. En jij kan zeggen: Ja, maar Perry, er zijn toch wetenschappelijke vooruitgangsboekingen geboekt. Nou, dat is... ja, los van dingen als stedelijke riolering, een elektriciteitsnet, een gasnet, uh, slimme meters, uh, internet. Uh, Handige Ikea-achtige IKEA in elkaar knopen meubelen. En ook een hele goede van tegenwoordig vind ik de Thai wrap Waanzinnige uitvinding. Dat hadden ze in de 19e eeuw moeten hebben. Kijk, dat is wetenschap. Maar daar hebben die priesters helemaal niks mee te maken. Die priesters zijn de mensen van de entertainment. Die houden ons bezig met... Ja, de... er zijn heel veel geloven op deze wereld en die verschillende geloven moeten allemaal verenigd worden in één geloof. Het is zo'n onzin hè. Waarom zou je dat doen? Stel jij jezelf eens even die vraag. Waarom moeten alle geloven op deze wereld verenigd worden? Nou, de reden dat ze dat zeggen... want dat kom je weer terug op Plato in de staat... is dat zij weten dat er maar één geloof is. En dat is niet dat van jullie. Dat is voor hun de grote nachtmerrie. Zij denken een beetje hier ja, dit te kunnen doen. Hè? Afdeling Theater... Afdeling Belastingdienst en Afdeling Boze Jongens. Met een grote knuppel. En een taser. En allemaal kleine knechtjes. En vooral veel vrouwtjes. En wat me opvalt is dat ze vaak ook vrouwtjes hebben met dikke billen. Helemaal niet van die. Uh... Nou ja, ik wil niemand beledigen. Kijk, bij mij op mijn werk er zitten ook vrouwen. En die hebben ook dikke billen. Ja. Maar die ene vrouw die komt uit Marokko. Die heeft vijf kinderen gebaard of dus... zo. Nee, niet zoveel. Maar wel een aantal. En werkt. Die is niet al bezig. Die heeft wel van die dikke billen. Ik bedoel, als je als meisje van 19 of 23. al van die billen hebt. die een Marokkaanse vrouw passen. als ze drie kinderen heeft gebaard. en ze staat iedere ochtend om vijf uur morgens op. En je hebt dat soort billen terwijl je 23 bent. dan denk ik toch, meisje, meisje. wat is er aan de hand? En ik zeg, ik ben niet tegen dikke mensen en ik ben ook absoluut geen dieetprediker. Behalve dat ik zeg, je kan beter een glas bier drinken. Dat heeft meer betekenis voor jouw lichaam op dat moment dan twee bruine boterhammen. Het, het, het houdt ongeveer hetzelfde in. Het enige is, als je dat met bier doet en je gaat als buschauffeur. Uh, ja, met zo'n kegel om, om ene s'middags. Uh, ja, dan gaan mensen denken: hé, wat ruikt het hier? Naar een kroeg, zeg. Maar aan de andere kant, als iedereen dat doet om twaalf uur middags, ja, dan ruikt iedereen alcohol om ene s'middags. Dus, dan ruik je dat van elkaar ook niet meer. En het scheelt bruine boterhammen. Want voor de rest heb je aan brood helemaal niks. Hè? Ze voeren ook zo'n actie. Dat is het theater. Snap je. Brood. Daar zit wat in. Ja, weet je wat erin zit? Fakjes voor. Dan gaat er weer. Waar heb je brood van nodig? Het is alleen het enige wat brood biedt aan een menselijk lichaam. Het is uh, Joules. Niet S-J-O-E-L, maar J O-U. Dat is eigenlijk jouw lus. Maar... Er is een of andere Fransos die het heeft verzonnen. Dat is de hoeveelheid energie om 1 gram water... 1 graad Kelvin te verhogen. Dacht ik. En je kan het zo nazoeken. Het is geëikt op water. En dat alles dus water één gaat laten stijgen in temperatuur... en dat bij kamertemperatuur met een... Dat is 1 joule joule. Een wat? Dat is joule per seconde. Snap je? Dan weet jij gelijk wat de watt is. Dus, oh, dus de hoeveelheid. om, uh, Ik zeg even 1 gram. Ik weet niet precies. Misschien neem het een liter? Nee, het moet een gram zijn. Maar, maar maakt niet uit. Een meetbare hoeveelheid water, 1 graad Kelvin, en dat is hetzelfde als 1 graad Celsius. Het uh, is dus allebei 1 graad. Alleen Celsius heet, bij, als water gaat bevriezen, dat is 0. Dat is handig in het dagelijks gebruik. Het is dus een kantelpunt, hè? 0 graden Celsius. Want dan gaat water bevriezen. Dus dat is een mooi uh, eikpunt. En eigenlijk de allerkoudste temperatuur het is min 273,15 graden Celsius. En kouder kan niet. Dus we weten ook de onderkant van kou. De bovenkant van hitte, daar gaan we ook voorlopig niet achter komen. Er is echt geen schijn van uh, mogelijkheid omdat als je materie heel, heel heet maakt, dan krijg je als het ware een vierde fase. En dan gaat het voorbij gas. Dus water, als je nee, spul als het koud is, is het vast. En als je het warmer maakt, dan, dan heb je vloeistof. En dan uiteindelijk wordt het gas. En als je het nog heter maakt, dan ga je erboven. Dan krijg je plasma. En hoe heet is plasma? Ja, steek er maar een thermometer in en je thermometer is kapot. Je thermometer verdampt binnen een seconde en dan wordt het ook plasma. Dus wij weten niet hoe heet het heetste is. Maar wij, wij weten wel hoe koud het koudste is. En dat weten we al heel lang. En wij leren dat soort dingen niet aan onze kinderen. Ieder mens zou uit zijn hoofd moeten weten dat 1 kilowattuur. Daar betaal je, ik betaal daar zeg maar 20 eurocent voor. Ietsje meer. Nou, een kilowattuur is een aantal joule. Per definitie. Want het is joule per seconde maal een uur. En dan een kilo. Dus duizend joule per seconde. En dat een uur lang. Ja, dan loop je even lekker te tanken. Dat is een hele hoop energie. Kijk, dat moeten ze kinderen leren. En dat doen ze niet. Nee, kinderen krijgen geleerd van... Die, die eekhoorntjes, die gaan dood of zo. Van drama met haringen en ijsberen. Ze leren onze kinderen niet hoe het zit met joule per seconde en wat. Dat het hetzelfde is. Ja, en dan vraag ik aan jou nu. Kan jij uit je hoofd uitrekenen hoeveel joule een kilowattuur is? Het antwoord is 3600 keer 1000. 3,6 miljoen joule is 20 eurocent. Dus dan weet je gelijk de waarde van een joule. Ja, dat is best klein. En jij als mens moet zoveel joule per dag binnenkrijgen. Want jij bent warmbloedig. En daarvoor moet er wel een kacheltje branden. He? Nou, dan moet je maar kijken wat je erin stopt. En koolhydratenconsumptie. Dat. Uh, het punt met koolhydraten is: dat, dat brandt wel. Maar niet gelijk. Er moet eerst brandstof van gemaakt worden. Als je een boterham, als je een kaart, dan... <laughs> Snap je, dat brandt niet. Hè? Dat verkoolt een beetje. Maar, uh... Je haalt een hoop rotzooi over, het is niet verbrand. Hè? Snap je? Dus als je koolhydraten eet, dan kost het. Als, je, als ik een, een watje neem en dat doe ik uh, in een whisky, dan hou ik daar een lusje voorbij. Dat is woesje. Dat is een één keer weg. En suiker, dat, uh, dat gaat ook keihard. Hè? Beter is nog fructose, denk ik. Als je van zoetigheid houdt, denk ik dat je. Ja, als je dat lekker vindt, die, die boost. Fructose. Dat is een kortere... Ja, dat brandt lekkerder, dacht ik. Een snellere verbrander dan suiker Maar ja, je kan ook een piquetanisie nemen. Mijn vader is meegeweest op een boot dus het is de tijd van zijn AA, zijn anonieme alcoholisten, en daar had hij een man leren kennen en die had een katwijker kotter en een hoop personeel en die was zwaar aan de drank gegaan, maar die soep nou niet meer en mijn vader die soep ook niet en mijn vader is een rare vent man. Mijn vader, die was Franse kok in de Franse keuken. Die heeft gewerkt in Krasnapolsky. en overal. Ja, Dat hotel waar Herman Brood van af is gelopen. Daar werd ik vandaag nog aan herinnerd. Daar heeft mijn vader gewerkt. Ja, niet toen Herman Brood er zat. Maar... Stond. Liep. Over Herman Brood moet ik eigenlijk nog een hele aparte uitzending houden... ...en dat ik ga vertellen dat ik echt ontzettend veel van die gozer hier houd. Au. Oh, wat een leuke vent. Ja, daar kan ik helemaal droevig van worden. Van zoiets. En ik had het over de structuur van Babylon... De idioterie, moeten ze ons voor de gek houden. Waarom krijgen kinderen geen les in toxicologie? Op de, als ze op de kinderdag verblijven zijn. Waarom krijgen wij dingen gepropageerd als uh, je moet twee keer in de week seks hebben? Ik heb het gehoord, hè. Ja, dat moet je vooral zeggen. Als je, als je man. Uh, zoveel dagen in de week zit hij op zee. Daarom zal die vent wel aan het suipen geslagen zijn. Dat denk ik dan nu achteraf. En mijn vader heeft daar gekookt, die boot. En toen zei hij ook nog. van na nou, zich. Ik had echt ongelooflijk mijn best gedaan. Ik had. Uh, ze hebben een mooie heldere kippensoep gemaakt. En uh, puree met uh, een goed stuk varkensvlees en boontjes. En, uh, en als toetje een, een mooie romige vanillevla. Een kuststart. Zoals hij dat geleerd had in de Franse keuken. En Toen kwamen al die kerels die kwamen naar de kajuit. uit en die schoven allemaal aan en iedereen had zo'n kom. En die boten zo stampen. En dan die tafels hadden opstaande randen. En dan klikt alles naar rechts. We gaan links weer de opstaande rand. dit is geen tafel, het is een trog. Maar dat kan ook niet anders. Ja, het is niet altijd lekker weer op de Noordzee. En dan trekken die vissers er niks van aan. Dus wij ook niet. Dat is dan de mentaliteit van de vissers. En die worden dus momenteel ook gepest, hè? Die hebben een zwaarte verduren, jongen. Ja, er komt een tijd aan en het wordt totaal anders. Daarom halen ze ook al die buitenlandse mensen hier binnen. Hè? Dat doen ze om ons te vervreemden van ons eigen land. Wij weten straks niet meer waar wij wonen. Want iedereen is Nederlander. En vroeger was dat niet zo. Vroeger was het van... Uh, wat is dat voor rare gozer? Is dat een Belg of zo? Nee, nee, nee. Het is geen Belg. Nee, het komt uit Limburg. Oh! Ik hey, dacht even dat het een Belg was. Een stomme Walloniër. En Limburg is Wallonië. <laughs> Wist je dat? Ja, dat is helemaal Wallonië. Dat is de katholiekste pest. En katholicisme, ik hoop dat, nou, dat snap je nu wel. Katholiek, het komt uit het Grieks en dat betekent algemeen. En aangezien wij maar één aarde hebben, is dat dus van de aarde. Want het is algemeen. En niet algemeen op Mars, want daar wonen geen kanelen en... Uh, en Pluto doet ook niet mee en de zon, ja, dat is veel te heet en zo. En voor de rest, ja, er is helemaal niks te vinden, echt niet. Het is helemaal niks. Dus als iets algemeen is, dan is het globaal. En de aanhangers van het idee van het globale, dat zijn per definitie globalisten. En dus met die drie takken die je nodig hebt, theater is nummer één, belastingdienst nummer twee, de boze jongens en meisjes tegenwoordig, nummer drie. En die krijgen grof betaald en, en die knijpen ze af, per definitie. Ze geven liever uit aan wapenuitrusting. Daar heb je meer aan. Als je een soldaat gaat naar het front met een superduper... en ik kan overal tegen, het is beter dan... En, nou, en die soldaat wordt doodgeschoten... Ja, dan neemt een mede die gun weer mee, neem ik aan. Die laten we niet liggen, want anders kan de vijand hem pakken. En dan heb jij je actifum terug. En die dode soldaat, ja, kom op. Het is een contract wat zo iemand heeft getekend. Niet gaan huilen, nou of zo. Geen medelijden krijgen met iedereen in één keer. Hoe zit het dan met de medelijden voor jezelf? Ben jij niet ontzettend zielig? Dat je, je zit in Plato's grot. Iedereen kijkt alleen maar naar het theater. Jij hebt het in de gaten. Maar als je er wat van zegt, dan word je afgemaakt. En het werkt prima, moet ik zeggen. Het werkt verbazingwekkend goed. Dus dat moet ik ze nageven. En wat ik ook geniaal vind van Babylon... is dat ze dat, dat Christus-idee... ...omarmen. Helemaal. Hè? Ik heb dat uh, werk... ...Werk Kun gelezen van... Teilhard de Chardin. Dat, dat wist ik toen niet... ...en dat weet ik nu wel. Maar dat was een priester. Ja, die is helemaal pro-Christus. Hij heeft gedachten met... Uh, ...eigenlijk is het leven... ...en niets meer... Als een uh, christianisatie van het Al. Het is de komst van Christus die door de sterren heen dendert en zich uit in de bloemetjes. Ik denk dat Teilhard de Chardin knettig echt was. Seksueel gefrustreerd of zo. Dat is ook zo'n ding van Babylon. Uh, ze krijgen allemaal problemen met seks. Op een of andere manier raken ze daar helemaal mee in de knoop. En dan moeten wij ze nog zielig gaan vinden ook. Zoals Sonja Barend zei tegen Robert van der Luidgaarde. Robert van der Luidgaarde, die heb ik een paar keer gesproken over het internet. Een telefoon. En die was bij Sonja Barend om zijn beklacht te doen over het feit dat hij gepakt was door de leraar van de kinderdagopvang of zo. Hij was in de steek gelaten door zijn ouders. Oké, okay, dus daar zou je het over moeten hebben. Maar om zo iemand die in zijn steek gelaten is door, door zijn ouders, om die ook nog een keer in zijn bibs te pakken. En Sonja Barend, die vroeg aan Robert van der Luidgaarde: Vond je het zelf ook niet een beetje lekker? Je praatte er de hele tijd zo negatief over. Maar er waren toch ook positieve dingen? Dat je het lekker vond. Want anders kan ik me niet goed voorstellen dat jij hier je verhaal komt doen. En dat je het al die tijd gedaan hebt, en dat er aan jouw kant ook niet iets was van. dat je het best lekker vond. Dat is Babylon. Dat is het theater. Altijd bezig met seks. Sonja Barend had moeten vragen toen Robert van der Luidgaarde zei. dat hij het kantoortje van de directeur binnenkwam. En daar lag op de grond een matras. En toen zei die directeur: Van kom, we gaan allebei even op het matras zitten. En toen is hij naast die directeur op het matras gaan zitten. En Sonja Baren zei: van, Ja, je kon toch zien dat dat een matras was? Dat is een kutvraag. Ze had moeten vragen: van uh, mistte je je ouders niet op dat moment? En je eigen bed. Het erg, je had ineens een eigen matras om even lekker op te gaan zitten. En dat mama thee aan het zetten is. En dan mag jij een stripboekje lezen. Want je bent de hele dag druk geweest op school. Je zou wel knettergek geworden zijn. Want dat is het. hè. Daar ben ik ook achter gekomen. Bertrand Russell. De verschrikkelijke naam. Dat is een viesbuik. Die heeft experimenten gedaan. Om de gezinstructuur te vernietigen. Dan heb je allemaal individuutjes. Eén grote grijze pap. En dan zijn wij de baas. Dat is Babylon. Daar is niks goeds aan. En heel veel mensen laten zich verleiden en gaan erin mee met het IPCC. En die gaan naar het Maanlandingsmuseum. Of een ander museum. Wat moet je in een museum? Ik ben er heel veel geweest tegen mijn wil, door dat huwelijk van mij. En daar heb ik gezien dat weinig is de moeite waard. Hè? Je moet het verhaal erbij weten. Je moet iets weten van die mens op dat moment, in, in welke omstandigheid was die. Hè? Als iemand een uiting maakt, en dat noemt hij zonder titel. Emil uh, Ratolbjofki. 1947 in Praag. Dan denk ik, ja. W wat zei hij nou? Waar zit ik naar te kijken? En heus, het, het zal vanuit die man een. Maar dan moet je het weten. Ik heb hier in huis heb ik een prachtig boek. Als ik straks de pijp uitga, dan wil ik dat daar 350 euro heden ten dagen. Ik moet het uitdrukken in, uh, in zoveel gram goud. Zoals zeggen. Een ons goud. Dat is 250 gram, toch? <laughs> grapje, grapje, grapje. Maar die is geïllustreerd. En ik begreep die tekeningen helemaal niet. Dat zijn litho's. En Wim, Wim Kruidentuin, die zei... Oh, wat mooi. Oh, wat prachtig. Ik zei, wat nou? Ja, en dan ging Wim het uitleggen. Hij heeft te maken met deze techniek. En dan de bijbelteksten van de openbaring van Christus Jezus aan Johannes. Opgeschreven door Johannes, geopenbaard door Christus Jezus. Die tekst staat aan links en aan rechts het plaatje dat erbij hoort. Dat is een mooi man. En Wim kon ook zeggen, die kon ook zien, want dit is ontzettend veel werk. Dit kan je niet zomaar. Ja, het resultaat van heel veel yoga. Kijk, en dat moet je weten. En dan in onze musea hangen allemaal stukjes. En er is zo'n schilderij, dat heet uh, Wie is er bang voor? Rood, wit en blauw of red en blue of zo. Dat is nog een keer met iemand bewerkt met een Stanley-mes. En terecht. Een walgelijk schilderij. Nee, het gaat over Babylon. En dat je goed beseft dat Babylon is niet wezenlijk is, het, het is een ziekte. En dat komt omdat wij niet gelovig zijn. Of zoals het is het, het modern, dat wij niet metafysisch zijn. Wij nemen geen afstand tot de wereld. Wij maken deel uit van de wereld en denken dat we dat zijn. Maar dat zijn wij helemaal niet. Wij zitten met stomme verbazing om ons heen te kijken. En vragen ons af hoe het toch kan dat alles werkt. En als je dat niet hebt, dat gevoel. Dat je zegt: ja, maar dat is, dat is evolutionair. Dat gaat altijd vanzelf zo. En, en wie wil er nog een biertje? Dat heet materialisme. En de geloofsovertuiging van die mensen is atheïsme. Of katholicisme. Of socialisme. Of humanisme. Of fascisme of coöperatisme en al die andere staatsvormen afgeleid van Plato, je ook maar kan verzinnen. Want als er iets is dat we niet nodig hebben, is dat een staat. En wat we nodig hebben is gerechtigheid en geen geklootvio. Wij willen zo zijn dat wij als kind het ouderlijk huis kunnen verlaten en misschien wel nooit meer terugkomen. Het heet diaspora. Verspreiding. En het gaat goed met onze oudjes. Dat willen wij. Dat geldt voor jou en dat geldt voor mij. Er is geen discussie over mogelijk. En gelukkig ben je als je zelf uh, voor je vader en je moeder kan zorgen. En dat, moet, uh, ja. dat is niet altijd noodzakelijk. En als ouders die zorg niet nodig hebben, dan zijn die kinderen daarmee des te vrij. En dat is des te beter. Babylon maakt ons nu duidelijk hoe wezenlijk wij zelf zijn. En dat bepaalde dingen om ons heen helemaal niet kunnen. Dat gaat ook inhouden dat je dan beteuterd op je eigen neus gaat kijken. <kijkt> en denkt: van ja, ik heb een hele tijd meegelopen. En toen heb ik dit tegen die gedaan. En dit, 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 dit. Dat kan een lange waslijst zijn. En daar kan je in één keer mee afrekenen. En dat, dat afrekenen met die waslijst van jouw zonde... En je kan wel lopen kanker op Babylon. Dat allemaal niet deugt. Het belangrijke is natuurlijk... In welke mate deug jij? Of zoals die mooie protestanten... Oudere man zei, bij die begrafenisceremonie. En hij stelde een retorische vraag. Dat betekent, ik stel alleen maar een vraag dat jullie erover gaan nadenken, maar ik weet het antwoord al. Is dat retoriek toch? En zijn retoriek was: waarom zijn jullie hier? En dan even een pauze laten vallen. Wat doen jullie hier? <laughs> Wie is er dood? De, de, die kist was niet eens uh, daar, hè? En waarom? Die kist die, die was al lang uh, richting uh, het Grafveld. Langs de snelweg. Nee, we zaten allemaal gezellig bij elkaar. En waarom zijn jullie hier? En wie is er dood? Jij soms? Dat is niet zo goed nieuws. Dat we hier bijeen zijn omdat jij dood bent. Nou, ja, een hele goeie. En dan kan jij zeggen, ja, maar Piri, ik hou niet van artikel 31, want dan moet ik iedere zondag naar de kerk. En daar heb je groot gelijk in. Want waarom zou je op zondag naar de kerk gaan? Als die Hebreeërs, als Abraham en Abraham, die later Abraham heette en Israël, en Jozef heette die daarvoor, en, en al, al die lui, die doen het op zaterdag. En dan ga jij. Als protest tegen de Hebreeërs die jou het Oude Testament hebben gegeven. Uit protest ga je het op zondag doen. lijkt me dat ik heel gek aan het protesteren ben hoor. Dus natuurlijk hou je de dienst als je een dienst houdt op de sabbat. Dat lijkt me nogal wie dus. Kijk, een, een prediker die een verhaaltje vertelt, dat kan je niet werken noemen. En zo'n mens dient daar ook nooit betaald voor te worden, om die reden. Want het is geen werk. Het is geen werk om tegen iemand te zeggen, ja, ik ben in de krant en van de week zal ik een train, het is allemaal lulkoek. En het is best dat iemand lulkoek vertelt. Een, een, een comediant, Hans Steven. En daar betaal je dan voor. Of Duck Stanhope. <tieft> en dan weet ik er zo gauw niet meer. Behalve wat Belgen. Maar daar ben ik de naam van vergeten. Ja, daar betaal je dan voor. Of uh, neem iemand als Tom Petty en de Heartbreakers. Die werkt ook niet. Werkte ook niet. Die, die, die man zit een beetje op zijn gitaar te plinken, plonken. Ja, daar heb je niks aan. Serieus blijven. Hè? En dan betaal je voor Tom Petty. Nou, dat, dat vind ik dan wel mogen. Maar wij betalen voor die priesters middels de BTW. Dus eigenlijk moet je zeggen tegen iedere Nederlander: je mag geen BTW meer betalen en geen accijns, want dat is misdadig. En ook geen loonbelasting, want dat is ook misdadig. Er staat in de Amerikaanse grondwet, hè? De, die income tax. Dat gold alleen voor bedrijven. Voor <laughs> businesses. Want dan had je een income. Huh? Dan ging je met z'n allen samen een jongen. Ja, dat was income. Maar wage, eh, dat was wat iedereen kreeg aan het einde van de dag. Er komt zoveel binnen, op, of in een week komt er zoveel binnen. Nou oké, okay, wie heeft wat gedaan? Oké, okay, jij ja, zoveel, iedereen was het mee eens. Iedereen naar huis met de, met de wage, je weekloon. Nee, hey, dat wordt niet belast. Dat gaan we niet doen. Nee, we belasten die onderneming. De, de bedrijven worden belast. Het heeft geen enkele zin om een huishoudster te gaan belasten. Waarom zou je dat doen? En dat is, daar wordt dus moeilijk over gedaan. In Babylon, hè, is dat, uh, hoe Babylon werkt. Hè? Als, er, als je een huishoudster neemt, dan moet je uh, loonbelasting gaan betalen. Want je hebt een huishoudster. Kijk, als je in een onderneming bent en uh, je kan genoeg betalen om een schoonmaakbedrijf in te huren en zo, en dan heb je inkomen als bedrijf. Ja, daar gaan we belasting over hebben. Maar niet over loon. Met andere woorden, die mensen die, die graag willen werken aan zo'n nieuwe wereldorde. Dat is wel een raar begrip, waarom is het nieuw? Het is helemaal niet nieuw. Plato is niet nieuw. Het is de wereldorde. Maar dan overnieuw geprobeerd. En ze blijven het maar proberen. En dan krijg je deze belachelijke maatregelen. Oh, 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 oh. En de vraag is: of wij dit kunnen verdragen? Ben ik denk waarom niet? Jij voor jezelf. Je hebt je directe omgeving. En als er ook een buurman is of iemand op je werk waar, waar je een vibratie mee hebt, dan moet je aanschurken met anderen waar je geen uh, vibratie mee hebt. En dan laat je uh, even vallen uh, dat je een vibratie hebt met uh, die vent van 3C. Het gaat om je naaste contacten. En tegen die naasten moet je niet liegen. Moet je geen valse getuigenis afleggen. Want dan gaan dingen echt schuiven. En dan wordt het een pan op. Maar jij zelf doet dat toch niet? Hè? Dat heb je niet nodig. Dus je hebt altijd in je omgeving, tot nu toe, is het heel geheel zo. Van die mensen in je omgeving en denk je, oh. Ik ga zo dadelijk nog even een Joodse mop vertellen. Om het goed te maken. Bij deze droevige beschouwing van Babylon. Met hoe onmiddellijk het hier gaat. Om een dreigend gevaar. En ik zeg je, ja, er is niks aan de hand. Als je dat begrijpt, dan ga je precies hetzelfde doen wat je vorig jaar ook hebt gedaan. Alleen deze keer ga je niet als een of andere idioot op vakantie. Door Nederland is buitenland genoeg. Vroeger moest je naar Marokko om Marokkanen te gaan bekijken. Nou, dat hoef je niet meer. Dat kan lekker in Nederland. Dat je tegen je kind zegt... en, en je vrouw... Nou, ik heb helemaal genoeg, we, we gaan naar uh, Turkistan. En dan kom je hier in Arnhem... Dat is er zitten genoeg van die Turkse... Iraanse winkeltjes... en uh, parkeren is een, een diepzinnige ellende... maar dan kom je ook wel uit. Don't worry, be happy man. Kijk... Okay. De voedselvoorziening hier in Arnhem, daarin zie ik geen direct gevaar dreigen. Dus, wat maakt het aan? Ik koop hier bij de koninklijke slager koop ik uh, koeienbotten. Daar kan je van eten, jongen. Daar ja, hebben we tot nu toe al zes mensen van gegeten. Buikje rond, hè. En dan de lippen helemaal zo vet. dat je je lippen af moet likken. Ja. Want dat moet je hebben, hè, als mens: vet en eiwit. Geen uh, koolhydraten. Dat is voor vogeltjes. kipjes Dat eten wij niet. En wij eten geen brood. Dat moeten we niet doen. Wij eten geen pasta. Wat moet je ermee? Rosso. Serieus, wat is het? het? Het is gras. Graszaden. En dan wil je helemaal, helemaal fijn malen. En, en dan is het te eten. Ja, 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 ja. En die pasta, je, je krijgt er echt een dikke buik van. Dus als je een bak pasta in je nek stopt, dan moet je op de bank zitten. Even uitbaken. Een kopje koffie erbij. Kajakje erin. Je moet heel die koolhydratenmeuk niet in je mond stoppen. Dat is Babylon. Die laat ons gras eten. Dat ja, niet doen. En dan die mop, hè? <laughs> ik, ik kwam bij een stel. Dat was in Bennekom. En daar wonen mensen en die heette Naa. Niet aangeboren hersenafwijking. Dus ergens is er iets fout gegaan. Niemand weet precies wat. Iedereen probeert er een touw aan te knopen. En en die twee die mochten samen een, die hadden samen een appartement. En, en die man die ging de deur uit om te werken. Dat is dan zo'n. Daar werken ze ook hoor. Er worden echt wel dingen gedaan. Dus niet helemaal niks te doen. Die ging naar zijn werk. En ik bleef met haar achter. Nee, maar dat was, nee, dat was voordat hij wegging. Dat ik mij zo voorstelde: van ja, ik ben invaller en ik weet helemaal niks. Ik weet alleen maar wat van schoonmaken. En ik heb de regels van de SVS en daar doe ik het mee. Ik ben op. Uh... Is eigenlijk. ook weer? Ja, ik weet hoe ik moet moppen. Daar begon het dus mee. Ik ben op moppencursus geweest. En dat was echt zo. Ik weet nou hoe een microvezelmop werkt. Ongelooflijk lekkere apparaten. Daar maak je alles mee schoon. En dan heb je geen zeep nodig. Dus schuurpapier, maar dan uh, micro. Micro schuurpapier. Heel erg fijn. En keihard. Onverslaagbaar. Alleen maar water. En toen zei die gozer: Oh, je bent een moppencursus geweest. Nou, vertel eens een mop. En. De, op zo'n moment. Er komt mijn Joodse. Uh, ik weet niet hoe ik eraan kom. Ik zeg, ja, ik ken wel een verhaal, maar dat gaat over Sam en Moze. Ik weet niet of jullie dat willen horen, want het is wel een heel erg verhaal hoor. Dus uh, Sam en Moze, het was Moos die begon. Hè? En Moos die wist in de Jordaan in Amsterdam. Hè? En wist hij dan, kon je bijna gratis eten. En Sam dacht van, nou. De, dat lijkt me wel lekker. Maar ik weet niet hoe het smaakt. En zei, Moos, moesten komt allemaal goed, man. Ik ken die tint. Maar dat was helemaal niet zo. Nou, dan kwamen ze er binnen. En er zat zo'n pot sambal op tafel. En Moos over. Ja, je knikt hier. En tegen die, Ja, hij En hallo, hangjong. En dan kwam Nassi. En Sam zei, ja, wat, wat kost dat potje met die sham uh, erin, hè? Nou, zei, Moos, het is allemaal gratis. Ik zei, je laten zien, hè. En, hoppakee, en een hele grote lepels. Kijk, ja, ik zeg toch dit, ik kan je zo gratis eten. En nog zo lepelen. En, en Sam denkt van, ja, dit zal wel, hè. Want Moos heeft altijd gelijk of zo. Die begint aan die nasje te knabbelen en denkt van, nou, een prijtje. Nou, wel lekker, een beetje ham is ook wel lekker. Een ijsje. Een beetje, ja. En die ziet Moos zo met die samballen. En dan begint Moos te huilen. Hè? En dan zegt Sam. Hé hey Moos. Er vallen allemaal tranen. In je nasi goreng. Straks smaakt het niet lekker meer. Ja, zei Moos. Ik kan er niks aan doen. Je moet denken. In één keer, ja. Aan mijn overleden moeder. Roosterstam, wat vervelend voor je. Maar die was helemaal gerustgesteld, hè? Ik denk, nou, die Moos, die leeft nog. Dus uh, dat gaat nog goed. Hij moet terugdenken aan zijn moeder. En dat vind ik ook belangrijk. En dat je stilstaat. Dat het leven eindig is. En, en dat emoties die mogen komen. En, uh, dit is gewoon toevallig gebeurd. En... Ja, het was... Ja, ja, je bent Sam of je bent geen Sam. Dus Sam was helemaal gerustgesteld. En die pakt ook die shampoo En die begint ook zo lekker... Die, uh, lepel sambal erin. En denkt van, nou, ah, dat wordt echt een gezellige avond. Eigenlijk is Moos een beetje serieus. Dat hij moet huilen over zijn overleden moeder. Want die gaat ook lekker eten. En dan Moos is dan zo'n beetje bijgekomen. En die zit een beetje te vegen in zijn ogen... Hè? En ik kijkt naar Sam, hè. En Sam zit daar te eten, jongen. En te huilen. Hij zegt, Sam, ik wil niet klagen, maar... Je zat net tegen mij te vertellen, van je moet niet huilen in je nasi Maar wat doe jij nou? Het is een beetje ingaan tegen je eigen gebod. Waarop Sam zei, Moos, ik kan er niks aan doen. Ik, ik ben zo verdrietig. Hij zei, Moos, waarom dan? Oh, als je moeder wel dood is. Wil jij niet. Ja, kijk, Jozef, humor is dat je toch lachte. Ik ga afsluiten hoor. Ik heb bij de Theosofen. Dat is ook een afdeling van Babylon. Dat is ook theater. En dan stond ik in de pauze. af te luisteren. bij die twee gozers. die de toespraken hielden. En die ene heette. Flip Whisky. En die andere. die heette. Barend Voorham. Nou, dat zijn twee, woord, twee namen. qua woorden en begrippen. die vergeet je niet snel. En dan stond die, die Flip Whiskey tegen Bram Voorham... ...of Bram Voorham tegen Flip Whiskey. Zo, ja, want ik heb ook gehoord van iemand... ...en die is teruggekomen van Auschwitz... ...en die kwam tot besef tijdens de appellen. Dus hij zag dat het appel dat s'morgens gehouden werd... ...en het appel dat s'avonds gehouden werd... Dat dat verschillend was vanwege de stand van de zon en hoe dat inwerkt op onze menselijke aanwezigheid. Auschwitz was voor die man echt een opfrissertje. Die kwam daar totaal opgeknapt van terug. En ik dacht, oh, zo denken jullie erover. En dan word ik niet boos of zo, maar ja, maar. Ik heb zelfs nog boeken gekocht. Ja, bekijk maar, nou, dan, dan, dan wil ik er ook meer van weten. Maar nou, ik ben nieuwsgierig van aard. Het is, uh, ja, je bent net zo lang nieuwsgierig en dan uh, ga je dood van nieuwsgierigheid of zo. Denk ik. En dat maakt me niet uit. Want ik ben nieuwsgierig. En dat moet jij ook zijn. Dus je moet weten hoe die boel in elkaar zit. En dan ga je beginnen aan de grote telling van je zegeningen. En dan denk je, potverdorie, ik wist niet dat ik zoveel had. En al het bezit onmiddellijk weggeven. Dat is, ook een, dat is er een van Babylon, en nu sluit ik echt af, waar Babylon is tegen privébezit. En dat is terecht. Je moet helemaal geen privébezit hebben. Een slim mens heeft zo min mogelijk schoenen. Dus wil je weten hoe verstandig een mens is? Tel het aantal schoenparen. Als dat boven de acht komt, heb je te maken met een dom mens. Of overbezig. Ik heb twee paar schoenen. En ik heb nog een reservepaar. En dat is het. Ja, toch? Ja, maar pirri, je schoenen slijten. Ja, die van mij gek genoeg niet. Af en toe moeten ze even op de APK. En dan krijg ik ze helemaal goedgekeurd weer terug. En dat kost 80 euro. In de tien jaar, dus 8 euro per jaar. Dat is dus 60 cent per week of zo. 65 cent per week betaal ik aan schoenen. En dat loopt behoorlijk in. Dat de, de kwaliteit van de schoenzolen is naar mijn mening echt aan het verbeteren. En mijn schoenmaker denkt helemaal met mij mee. Ik ben al meer dan tien jaar klant bij hem. Ja, ja. Het is voor jou dus een medicijn om te weten dat ik nog in leven ben en dat ik werkelijk nergens last van heb. Zelfs niet van mijn manager, die de godganse tijd alles vergeet. <laughs> Arme mens. Doei.